Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Wolfenstein en Wada. Vorige keer zijn we dus hier. Vorige keer zijn we dus met Eisenwild prison gebleven. Daar gingen we voor onze matties zoeken van de Resistance. Die zouden hier gevangen moeten zitten. Wacht, waarom sneak ik? Oké. Ah, zo slide ik. Nice. Ik heb net ontdekt dat ik moet sliden. Mooi. Nice. Oké, je raakt wel heel gemakkelijk op het dek. Welkom in een nieuwe video van Wolfenstein, de New Order. Motherfucker. Oh, wait, nee. Voilà. Oké. Ah, wauw. Ik heb geen wapen gekregen, effectief. Dat is teleurstellend. Ah, daar zijn prisoners. Ah. We moeten dus de laser kunnen gebruiken. Wacht even. Ik had niet... Oh, fuck. Ah, nee, wacht. Oké. Ik zat heel die deur open te doen, jongens, toch? Ik heb trouwens er juist nog een leuke mop gelezen. Ah, ik weet niet of het een mop was. Ik hoop van... denk eigenlijk niet dat het een mop was, maar het was wel vrij fucked up. Het leek me leuk om te vertellen. Ja, ik ben fucking retarded. Altijd dat ook even... bij de kwestie houden. Het ging... Het was dus op Reddit. Ja. Oh. Jijks. Besef even, iets anders. Stel je voor dat ineens een random guy gewoon met een mes in je fucking nek zit, holy shit. Oké, dat zijn bullets. Dat kan ik gebruiken. Aha, ik snap het al. Oh, wat? Ja, kut zo. Uh-oh. Kom dan. Ik ben aan het spawn killen. Ja, doe dan graag, hè. Auw! Maar dus mijn verhaal over Reddit. Maar dus, het ging over... Het was on Air Ask Reddit. En het ging over een leuke... Nee, het meest vieze waar je ooit op hebt gemasturbeerd. De post begon met... Finally, it's my time to shine. Ik vond het echt geweldig. Oeh, maar ik zie dat nu pas. Tuurlijk, ik kan hier gewoon... Raak ik hier door? Ja, nee, sowieso niet. Wacht even. Oh, maar nu is mijn ding leeg. Ja, hij fucked up. Oh shit. Fucking hell. Ja, ik verschiet met het tyfus. Ja, kom dan. Boom, poedano. Banana. Oh. Nee, jongen. Bitch. Ja! Ja! Oh, fuck. Oh, fuck. Ja! Oeh! Oh. Bam! 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 Sorry. Ah, ik kan hier mijn ding opladen, trouwens. Oké, okay, lekker. laat ik dit gewoon even. Oké, okay, ninja battle nummer 2. I'm ready, man. Kom op dan. Oh. Ja. Hallo, ik ben Gletscher en ik fucking suk en ik zit hier voor de derde keer vast. Maar ik heb wel een idee hoe het moet, dus dat is ook wel iets. Voilà. Dus eerst laat je dit op. Dan zeg je tegen deze guy, steekie steekie. Voilà. En dan, nu die guy naar daar is. Oh, kutzooi. Hey, come on. Voilà, oké. Okay. Vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen...
Voilà. Voilà. Mooi. Niet zoals het moet, want er zit een hond aan, achter mij aan. Voilà. Oh, fuck. Uh-oh. Zit die hond achter mij? Ja, fuck. Oh, fuck. Kut, sorry. Ja, kom dan, doggy. Allee. Oh, maar nu is die hond weer al los voor een reën. Maar ik heb hem gebukt, mooi. Yes! Oh, hij heeft mij niet gezien. Oké. Okay. Geen idee hoe, maar... Oké. Okay. Het ziet er naar uit dat ik het ga halen. Oké, okay, boys. I think I got it. Yes, ik heb het eindelijk na 10 minuten. Let's go. Oh, fuck. Hoe moest deze ook weer? Oké, okay, zo. Okay, dat was gemakkelijk. Oh, er is een doggo aan het slapen. Wat is hij aan het doen? Oh, wat dan? Oké, waarom ging hij niet dood? Ja, wat is het? Fucking kuthond. Ik schiet me altijd de tyfus van die kuthonden, hè. Ik zweer het, hè. Ja, sommige nazi's laat ik komen voor wat ze zijn. Oké, okay, kom aan, hoe moest deze. Oké, okay, waarom gaat dit ineens zo makkelijk? Kijk, 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 dat. Dat was. Oké, okay, dat was bijna gelukt, zoals ik het wou. Oh ja, daar lopen er heel veel. Waarom heeft niemand een wapen? Moet ik dit echt per se stelten met een fucking knife? Ik heb trouwens mijn verhaal niet even gemaakt. Dus die kerel van Reddit. Was 8 of 19 jaar, zoiets. En hij hoorde zijn ouders naar iets kijken. En op tv waren er allemaal naakte vrouwen. Dus hij was van... Hou bij trouwens. Het was... Oh shit. Het was het eerste verhaaltje dat die guy ooit had gemasturbeerd. Het was echt... Ja, wie zit heel te aan te zeggen? Oh shit. Ik hoor dat. Oké, mooi, 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 mooi. Allee, maar jongen, waarom? Ja, fucking hell. Ik zweer te eerst. Fuck off. Ja, ja. Voor de ene andere reden durft het. Lukt het niet meer? Om mijn middelknop knife te doen. Ik hoop trouwens dat ik nog genoeg heb voor dat. Oh, meer dan genoeg. Maar oké, okay, dus zijn ouders hadden gezien dat hij ja, stiekem was komen gluren naar de naakte vrouwen op tv. En ze lagen ze allemaal op een hoopje. Maar ja, hij vond dat geil, want het waren naakte vrouwen. We waren een 8-9 jongetje. Oh, fuck. Yikes. Ja, dit vertrouw ik niet zo hard hoor. Ja, daarom dus. Oh, wauw. Oh no. Ah, maar hij blijft daar. Oké, okay, mooi. Ja, dat hoop ik toch. Ja, nee, never mind. Maar al wel. Wacht. Laat me oplaaien. Oké. Okay. En hij had ook nog gezegd in de post van ja, kijk. Hij had ook nog gezegd van ja, kijk, op zich. Ja, ik kon nog niet kummen, maar ik kon me wel amuseren met mijn flietje snatten. Hallo. Kom dan! Ja. Yikes, hoeveel fucking veel hel ben ik kwijt? Oké, okay, maakt niet uit. Ze zijn neer, dat is het belangrijkste. En hij was dan, oh ja, hij was dan, heeft heel de nacht aan die blote vrouwen gedacht. En later inzien
Was hij erop gekomen dat het eigenlijk een documentaire was van over de Holocaust en dat we eigenlijk gewoon allemaal dode mensen waren die op elkaar lagen. En hij heeft dus daarop gemasturbeerd. Sort of. Hij kon ook niet kunnen, maar he tried to masturbate on it, you know. Dus ja, dat was nog wel lachen. Vond ik een leuk verhaal. Ja. Wow. Oké, ik ga trouwens maar even mijn vrienden zoeken. Opens from the other side. Hallo? Oh, wauw, waarom wacht ik zo lang? Kom aan. Ah, mooi. Oeh. Like. Hoe fucking lang hebben die al zo moeten. Holy shit. Ah ja, wacht. Just. Mooi. Oh, besef even. Het is 1960 of zo, hè. Misschien zijn die al zo 15 jaar mishandeld of zo, weet ik veel. Ah, maar dat is fucked up. Holy shit. Ik zie dat voorstellen dat ik me vijf. Ik zou echt gewoon. Mij zou ze echt gewoon mogen doden, dan denk ik. Holy shit. Zo wilt je toch niet leven? Hallo? Ah. Gosh, I'm I thought I was a goner. And here you are, back from the dead. To save us all, imagine that. Oh, what have you been up to, Captain Blaskowitz? Quit shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Oh, let's get out of here. Ik vind het echt fucking tof dat hij. You close that door! Wauw. Nice. All right. Let's get to work. Holy fuck. Ja, rip hem. Dat was. Wacht hè. Oké. Mooi. Stealth zou soms wel beter kunnen in deze game. Like, nu ben ik keiveel health kwijt, maar eigenlijk had dat wel vermeden kunnen worden, snapte. Maar dat ging gewoon niet anders. Oké, ik hoef het gewoon een beetje volhouden. Pak van wel. Ah, hello there. Aha. Oh yeah. Oh yeah. Shit is going motherfucking down. Shit is going down. Boom. Ik ben misschien bijna dood, maar het is hem. Is iedereen nu dood buiten Watson? Wauw. Hoe fucking lame is dat? Wauw. Dat vind ik wel lame, dat iedereen gewoon fucking dood is. Of ligt daar? Ben ik de enige die daar ligt? Oh. Oh. Oké. Ah, picklock. Ja. Mooi. Oké. De graphics. Holy shit. Ja. Ja, tuurlijk hè. Oh, die hond van de rest. Voilà. Nice. Oké, okay. Wat moet ik doen, jongen?
Cover me while I open the gate. Dat moet ik dus doen. Ah, dat was te voorspellen. Aha. Oh yeah. Oh. Oh fuck. Fucking hell. Woohoo! Yeah. I'm born to kill Nazis. Kill everyone, lots of them. Yeah, we're only with two. Yeah, fuck. Hij leeft nog. Waar is Wayne of Watson? Go, dude. Allee. Waarom speelt hij niet mijn gun? Like, dude, doe ook iets. Pak een handgun of zo. Ja, leeft die fucking dude nu nog altijd? Ja, uh-oh. Dude, je hebt nog niks fucking geraakt. Jawel, ik ben 1 health kwijt. Oké, nee. Ja, gast, ga over. Ah, mijn bullets zijn al bijna op trouwens. Not anymore. Ja, wacht even. Oké, okay, hoeveel zijn er nu eigenlijk nog? Uh-oh. Wacht, deze guy heeft hevig schut nodig. Fucking hell. Ja, wat die ga ik heel aan toe, mijn kind. Nobody coming through. Kom dan. Oh. Doe dat ding eens. Sorry. Boys, mijn ammo begint wel langzaam op te geraken. Oké, dat was fun. Fucking hell. Dat was fucking episch gewoon. Ja, waar? Kom gewoon. Er is niemand meer. Misschien zo één jaakje er is? Ja, dankjewel. Misschien kunt je nu ook eindelijk iets doen. Jesus. Motherfuckers, where the fuck are you? Oké. Ik ga even mijn taser opladen. Ja, motherfuckers. Motherfucking fuckers. Ja, what the fuck is uw probleem? Ja, kom dan, fucking hond. Jesus fucking Christ. Double shotgun, holy shit. Beste dat iemand ooit heeft uitgevonden, let's be honest. Double shotgun, fucking love it. Oké. Okay. Ja, of niet? I got this. Way too easy. Oké, dat valt nog wel mee. De stealth was nog wel moeilijk, though. Het schieten valt wel mee. Ik ga even alles reloaden. Fucking kuthonden. Echt waar, ik zweer het eerst. Oké. Fucking hell. Ja, jongens toch, mijn armor is wel kapot. Wacht even.
Oké, okay, mooi. We got this. Oh. komt jij nog of niet? Oh, 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 sorry. At the wheel. Oké, okay, oké, okay, fair enough. Oh, ik mag rijden. Uh-oh. Oh, shit. Well, that escalated quickly. Ah, mijn bitch. Motherfucker. Oké. Okay. Eat all the beetles. Holy shit. Het zou jammer dat ik maar heel eventjes moet rijden. Ja, nooit het... Ja. Ik ben Blaskovic, ja, tuurlijk daar. Wat is dan, dit is mijn main bitch. Wat vind je ervan? Do any of you know how to hotwire a car? Wat? Volgens mij wil iemand de auto aankrijgen. Hoezo heeft niemand dat door? Oh nee. Yikes. Ja. Mag ik niet rijden? There's cameras all over the city. They're tracking us no matter where we go. Oh shit. Police, more options. A daytime entrance into the Kreisau resistance headquarters is not advisable in the least. Never been attempted as far as I know. But the skies seem clear. No one's following us. I think we can make a little history today. This is a two-part maneuver. Done right, we should head perfectly into a blind spot. Everybody ready? Okay. Go now! En wat? Ik kan echt niet volgen. Oh. Nice. The good thing about the Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Now, for the second part, the jump. Once we're underwater, hold your breath, swim after me. Stay submerged no matter what happens. Okay. There are Nazis all around. If you break the surface, they will kill us. Don't hesitate. Jump! Okay. Beetle the Beatles! Woohoo! Okay. Nice. Ik zwem dus verder als u. Ja, hoe maak je dat kapot? Ah, ah ja. Sorry, sorry, ik had het niet door. Mooi. Ja, hij moet toch wel even inderdaad zijn adem moeten kunnen inhouden, holy shit. Oké. Okay. En we're here. I'm so sorry. There was no break in front of that hack. I've been in prison for 3 months. Ah. Even voor 2 maanden maar. Home? Dit is een fucking... Ah, ik kon mijn waggie daar oplaaien. Jammer. Mijn waggie, mijn gun. Oké. Okay. Hallo? Ah, cutscene. Oh. Gently. Oh. Okay. Stand down. This is Klaus. He's one of us. He was a Nazi before, but he's on our side. Where is he, Johnny?
Oh, okay. How is this possible? We are in the very center of Berlin. You're hiding in a plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down, then, yeah? Fuck me. B.J. Blaskovich. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Yeah. Glad to have you back, Bart. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, 3 pulverized vertebrae. You? Head nice. Trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? Oh. Fear collection, Jay. Wow, so happy to like see you, man. What's it been, 3 months since I hauled you away? Thought you were dead, actually. Send people off to that prison, they like don't come back, you know? It's a trip, and you brought some new cats with you, actual like reinforcements. It's nice, cool, man. Oh shit, has he denied us? I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Oh. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listening on these frequencies, anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen and paper. Can I do typewriter? You know how to type. Yes. My parents thought I should learn. Ah, for you to take dictation, prescriptions and such. Not really. It was useful during my time at the University of London for my doctorate in archaeology. Then the Blitz came and I had to go back home. I was only 16. Well, doctor, please assist me in figuring out Ja. Maar ik had hier wel laat voor deze video. Ik denk dat het wel een mooi punt is om af te sluiten. We hebben onze gang ontmoet. Ik heb een leuk verhaal verteld. Ik heb geprobeerd. Ik weet niet of dat mijn commentary interessant was. Ik hoop met jou wel. Ik heb het gevoel van niet. Maar we zullen wel zien. Ik ga deze video afsluiten. Vond je het wel leuk? Was een blauwruimpje omhoog. Alleen de volgende keer. En de volgende keer verder in Wolfenstein. Naar de Oda. En ik zeg tjie.